pers- of eetappels en ciderappels. Mm-hmm. Maar wat is nu het grote verschil tussen die ciderappels en eetappels? Wat het grootste verschil is dat die ciderappels helemaal niet goed zijn om te eten. Die zijn gewoon niet eetbaar? Nee, eetbaar, ja, je gaat er ook niet dood van, maar ze zijn helemaal niet lekker. Ah, en ja. Dat komt omdat cider, wat dat er typisch is aan ciderappel, dat is dat er veel tannine in zit. Mm. Om cider is eigenlijk een licht alcoholisch product, 4,5 à 5 graden alcohol. En om de bewaarbaarheid te garanderen, dient uiteraard die alcohol, maar ook tannine. En tannine zorgt ervoor dat, dat de cider ook langer bewaard in feite. Maar dat geeft ook een typische smaak aan cider. En bij cider, ciderliefhebbers vinden dat lekker. Maar om een ciderappel of een typische ciderappel als appel te eten, je hebt natuurlijk verschillende soorten ook. Je hebt ook enorm veel variëteiten. En het probleem met ciderappels is ook dat het zoet-zuurgehalte is totaal niet in evenwicht. Dus ook op dat vlak zijn ze niet lekker. Ja. Ze zijn eigenlijk een soort bitterheid, ze zijn bitter van smaak. Dus ciderappels kan je niet eten, maar kan je van eetappels dan ook geen cider maken, of wel? Wel, ja, dat is cider en cider is twee. Hè. Je hebt, cider is ook een term die veel ladingen dekt. De echte cider wordt eigenlijk gemaakt van ciderappels, hè, met veel tannine, met veel suiker, een hoog suikergehalte, waardoor dat je geen suiker moet toevoegen. Want het suikergehalte zorgt voor het percentage alcohol. Hè, want het fermentatieproces zet suiker om in alcohol. Als je laag zit in suiker, moet je eigenlijk suiker toevoegen en dat, om aan genoeg alcoholpercent te geraken, om ook de bewaring te garanderen. Dus ja, suiker toevoegen, dat doen we niet. Dus de echte authentieke cider, zoals je in de Normandie of Bretagne gemaakt wordt, is eigenlijk van echte ciderappels met genoeg suikergehalte, met genoeg tannine. Maar de commerciële of de industriële cider bedrijven die gebruiken ook wel jonagold en zo, maar die voegen daar, die zetten dan hun jonagoldsap om in parameters en ze weten wat voor parameters van, hoeveel ze moeten hebben voor hun cider en wat ze niet hebben in hun sap voegen ze dan toe. Dat is een beetje chemisch eigenlijk. Ja, ik kan erover discussiëren. Maar dat is niet de cider die wij maken. Ja. De cider die wij maken, dat is met de natuurlijke suikers die in de appel zitten. Die zorgen voor een hoog percentage suiker, waardoor dat je genoeg alcohol hebt uiteindelijk. Wij werken met een natuurlijke gisting. Dus met de natuurlijke gisten die in de lucht rondzweven. Dus wij voegen ook geen gisten toe. Amai. En we werken dan ook met een natuurlijke nagisting op de fles. Dus de mousserende cider die wij maken is ook een natuurlijk proces. Op veel ciders die je in de winkel vindt, wordt er koolzuurgas opgespoten zoals ze van waterspuitwater maken. Ja. Dat is eigenlijk maar hij doet dat niet, dat is natuurlijk zoals de bruis. De goede bieren in feite, dus natuurlijke nagisting. En is dat dus moeilijk? De restsuikers worden, terwijl de fles is afgesloten, nog omgezet in koolzuurgas in feite. Oh, fantastisch. En doordat het de fles gesloten is, kan het niet ontsnappen. Ja. Dus blijft het, vormt het eigenlijk de bubbels. Totdat het ontploft. Dat gebeurt ook. dus door ervaring moet je de juiste tijdstip bepalen wanneer je de flessen mag afvullen. Als je te vroeg doet, riskeer je inderdaad dat de flessen ontploffen. Als je te laat doet, riskeer je dat er geen mousserende cider meer gevormd wordt. Ja. Is dat eigenlijk moeilijk om cider te maken? Ik heb gehoord dat je eigenlijk gewoon een vat moet vullen. En ja, de theorie is makkelijk, maar de praktijk is hangt van enorm veel factoren af. Dus je moet al de goede appels hebben, je moet eigenlijk ook de goede weersomstandigheden hebben. Je moet de goede temperatuur hebben, luchtvochtigheid. De mate van rijpheid van de appels bepaalt ook in feite het eindresultaat. Dus en dat kan je niet in parameters vatten, want het ene jaar heb je meer zon, het andere jaar niet. Dus de mate van rijpheid is altijd verschillend. De appels zijn ook altijd verschillend, want eigenlijk alle cidervariëteiten zijn zeer beurtjaargevoelig. Dus je moet eigenlijk elk jaar bij manier van spreken met andere appels werken, met andere combinaties van appels. Dus in de praktijk is het moeilijker dan dat de theorie laat uitschijnen. En het resultaat is ook, laten we zeggen,
variabel. Je hebt ook, dat komt ook door die wilde gisting. Het ene jaar heb je alleen zeg van wauw, wat schitterend. Het andere jaar is dat dan wat minder. Dus ja, maar goed, de ervaring zorgt er wel voor dat je dat, dat je elk jaar toch een gelijkaardige goede cider kan maken, ja, in feite. En als je dat weer spreekt over alweer de juiste variëteiten gaan kiezen, wat zijn zo jouw lievelings ciderboomvariëteiten? Van cider, zelf hebben we niet, we hebben er een stuk of 10 staan. Hier staan er, die ciderbomen komen eigenlijk van bij Bart. Bart heeft er 4 in zijn catalogus staan. Dus Marsenia, Normandie Blanc, Pomme du Verger en Dello. Dus daarmee ben ik begonnen. Ondertussen weet ik dat Marsenia eigenlijk niet zo goed is, omdat hij eigenlijk ciderappels... Cider wordt eigenlijk geperst in november. En dat komt omdat cider is eigenlijk... Om cider te maken heb je een trage gisting nodig. Een trage gisting of een koude gisting. Dus als je het in november perst, en vroeger in de Normandie hadden ze geen koeling en zo. Dus ze wachten eigenlijk totdat de temperatuur laag genoeg was om de cider te persen. En dan ging de gisting automatisch traag van nature. Als het in november minder dan 10 graden is. En het probleem met Marsenia is dat hij eigenlijk te vroeg rijp is, waardoor je hem niet lang genoeg kan bewaren tot november. Mm. Dus dat is een beetje op het randje. Dus Marsenia zetten we niet meer. Maar die andere 3 zijn goed genoeg? Ja, zijn goed genoeg. Je hebt ook Douzandin, dat is, we zijn dan ook een keer hier in Villeneuve-Dasque, waar ik het al over had eerder, die ENR-rassen voor die oude appelrassen, die hebben ook een hoofdstuk ciderrassen. Dus daar ben ik er een aantal gaan halen. En dan in de Normandie zelf heb ik ook wat enten gehaald bij iemand die we hinder kennen. Dus we hebben ook een redelijk palet aan ciderappels. En ik denk dat je hebt Germaine, maar Germaine is niet zo'n een hele goeie in feite. De naam van onze cider is Maman Lily. Dat is ook een ciderappel, maar dat is ook niet zo'n hele goeie. Eigenlijk typisch aan ciderappels is dat je dat het belangrijk is om een hele brede mengeling te hebben. Want je hebt in de ene ciderappel zit er veel tannine, in de andere zit er dan veel suiker, in de andere zit er dan veel zuur. En als je je beperkt tot één of enkele rassen, kan het zijn dat er één van die 3 eigenschappen overheerst. Ah, dus als je een breed palet neemt, dan weet je eigenlijk dat redelijk in evenwicht is. Tannine, zoet en zuur. En door het feit dat ze beurtjaar gevoelig zijn, heb je redelijk wat rassen nodig. Ja. En is belangrijk om dat breed palet te creëren. Dus om echt er favoriete rassen uit te halen is een beetje moeilijk. Het is gewoon dat palet. Ja, de mengeling van vele rassen in feite. Daar komt het eigenlijk op neer. Ideaal.